NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Goedendag. Vandaag is het 10 jaar geleden dat de Nederlandse Antillen werden opgeheven. Ik was er zelf bij op 10 oktober 2010... toen de gezamenlijke vlag de kist inging en verdween. Vanaf dat moment waren Saba, Sint Eustatius en Bonaire bijzondere gemeenten van Nederland. En Curaçao en Sint Maarten, die werden autonome landen zoals Aruba. De Nieuws BV. Even wat feitjes op een rij. Het is hemelsbreed 7850 kilometer van Amsterdam naar Willemstad op Curaçao. En vanaf Schiphol ben je er al binnen 9 uur. Tenzij je naar Saba vliegt of Sint Eustatius, dan moet je even rekening houden met een overstap op Sint Maarten. In totaal telt het Caribisch deel van het Nederlands Koninkrijk 6 eilanden. De Benedenwindse eilanden, dat zijn Aruba, Bonaire en Curaçao. Daar spreken ze Nederlands en ook Papiaments. En dan heb je de Bovenwindse eilanden, dat zijn Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. En daar is Engels de voertaal. Leuk weetje trouwens voor Triviant, mocht je willen winnen. Het hoogste punt van het Nederlands Koninkrijk vind je op het allerkleinste eilandje Saba. En daar vind je ook de uniekste biodiversiteit. Nou, terug de geschiedenis in. Nederland nam door middel van de WIC de ABC-eilanden in 1634 in bezit. Nou, vooral Curaçao werd dus een economische hub voor handel in voedsel, handel in grondstoffen en ook handel in mensen, dus de slavenhandel. Maar inmiddels zijn we 390 jaar verder en heeft de geschiedenis de eilanden en Nederland onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Nieuws BV. Ik ga de speciale band tussen Nederland en het Caribisch deel bespreken met een bijzondere vrouw. Ze wordt gezien als de moeder van de Antillen. Ze was de eerste langzittende vrouwelijke premier van ons koninkrijk. En zij leidde in de jaren 80 en 90 3 Antilliaanse kabinetten. Ik heb het natuurlijk over Maria Liberia Peters. In mijn piekperiode verschenen er verschillende artikelen in de krant waar er gesproken werd over moeder Maria regeert in de Nederlandse Antillen. En dus de moederfiguur. Sta mij toe in het papiaments enkele woorden te richten tot de Antillianen. U bent nog steeds de moeder van het eiland. Hè? De moeder der natie. Voelt u zich ook nog steeds een beetje de moeder van de Antillen? Zo noemen ze mij vaak. En dan is dat voor mij een hele eer. Want een moeder is toch een bijzondere persoon, toch? Maria Liberia Peters, u zit thuis op Curaçao. Wat fijn dat ik u op deze manier kan spreken. Ja, wederzijds. En ik zou zeggen, bombini op Curaçao via de computer, via de techniek. En fijn dat ik een bijdrage kan leveren aan, laten we zeggen, meer kennis en geschiedenis van Curaçao. Absoluut. Masha danki, senores Liberia Peters. Waarom ik dit gesprek zo graag met u wil voeren is omdat u voor mij persoonlijk een van de vrouwen bent. En ik denk met heel veel vrouwen met mij. Sigrid Kaag is ook erg onder de indruk. U bent voor ons een inspiratiebron als het gaat om het standhouden in een wereld die voor vrouwen niet altijd zo is ingericht. Door uw manier van communiceren. Het is altijd constructief. U kijkt altijd naar de verbinding. U dwingt eigenlijk daar wederzijds respect mee af. En ik vind dat heel erg interessant. En ik wil meer over u te weten te komen. En over de manier van werken en denken. Zoals bij u. Laten we beginnen bij de eilanden. Voor veel mensen hier in Nederland liggen de eilanden namelijk heel ver weg. Ze kennen het misschien als tropische vakantiebestemming. Maar wat betekenen de eilanden voor u? Nou, ik ben geboren op Curaçao. 1. Mijn moeder is van Sabaanse afkomst. 2. Mijn vader is van Sint Martaanse afkomst. Dus zie daar. En ik heb goede kennissen op Bonaire. En de familie, vele familieleden zijn verhuisd van de bovenwinden naar Aruba in de vroege jaren, in de 40e jaren, 50e jaren, vanwege werkgelegenheid, dus bij de Lago, et cetera. Dus zodoende heb ik familie verspreid over alle 6 eilanden van de Nederlandse Antillen. En al zodanig heb ik mij ook steeds verbonden gevoeld met de bewoners,
met de bevolking van de verschillende eilanden van de voormalige Antillen. En voelt u zich nou niet, omdat u woont op Curaçao, voelt u zich nou niet bijzonder extra verbonden met Curaçao? Of is de verbondenheid met alle eilanden zo? Nou, natuurlijk een extra verbondenheid met Curaçao. Want in het papiament zeggen we Milombrigi, dus mijn navelstreng ligt hier begraven op Curaçao. Dus ja, en hier heb ik natuurlijk mijn hele jeugd. Dus vanaf de geboorte totdat ik in het vliegtuig stapte om met een beurs naar Nederland te vertrekken. Dus inderdaad, ja. En je hebt je hele schooljaren, je kennissenkring. Mijn man is een Curaçaoenaar, was een Curaçaoenaar, hij is overleden. Dus ja, je hebt een extra verbintenis. Maar door de familiebanden heb je natuurlijk ook de verbintenis met de andere eilanden. En mevrouw Maria Liberia-Peters, als we nu kijken naar de eilanden en mensen hier in Nederland die kennen dat gevoel niet. Hoe zou u dat kunnen uitleggen, dat eilandsgevoel? Wat is dat? Een soort warm geborgen gevoel. Een soort warm geborgen gevoel. Als ik de wereld heb afgereisd en in de verte zie ik, in de Caribische Zee zie ik Curaçao daar liggen en ik denk, oh, over een paar minuten, prepare for landing. Dan gaat er een bijzonder gevoel door je heen van heerlijk weer thuis. Mijn kinderen, oké. Mijn dochter, die woont in Amerika. En op een gegeven moment zegt ze, maar waarom blijf je niet voor een langere periode, mama? Je bent toch gepensioneerd? Nee, ik moet naar huis. Ik moet naar huis. Ik moet naar huis. En mijn huis is Curaçao. Weet je, dus die bijzondere aantrekkingskracht, no matter what happens in Curaçao, dit is mijn geboorteland en hier wil ik zijn en blijven. U heeft het over uw kinderen en ik heb iets leuks voor u. U bent niet alleen de moeder van Antillen, maar ook de moeder van Christel en Niels. En ze hebben voor u een boodschap opgenomen. Hi mommy, nee. How are you? Hey mom, how's it going? Just wanted to say hi. Just sending our greetings here from Curaçao. I just want to send you some love and say thank you for everything you've ever done for us. Thank you for the sacrifices that you've ever made for us, for the life lessons that you've given us. And it is a great opportunity since you have been a part of the relationship with Curaçao in Holland. When somebody has a strong mother like you, there's nothing that can stop us. And it will be fun to hear what you think about the current state and to hopefully brainstorm on how we can bring a more united Curaçao and Holland moving forward. Because it is necessary, it is needed, and working together is what I would say the goal should be. I appreciate you very much. I love you. Bye. Ze zijn trots op u. Wow. Wat kan ik zeggen? Misschien moet u even de telefoon opnemen in de tussentijd. Dat is misschien wel handig. Nee, ik doe hem uit. Ik dacht het wel. Oh, mooi. Oké, terug in het moment. Ze zijn trots op u, uw kinderen. Ja, nou, wat kan ik zeggen? Woorden schieten mij tekort. We waren one big happy family. Met z'n vieren. Oké, mijn man overleed in 89. En ja, we zitten nou ver van elkaar. Of tenminste, mijn zoon is op Curaçao, mijn dochter in Amerika. Maar we hebben dagelijks contact. Vrijwel dagelijks contact. Dus we love each other, yes. It's all about family. Ja, yeah, it's all about family. Want je kan een populaire figuur zijn. Je kan, laten we zeggen, omarmd worden door de wereld. Maar in the end, je thuisbasis, je familie, that's where it begins and that's where it ends. En dat is ook iets wat ik wil meegeven aan alle vrouwen die in de maatschappij een belangrijke positie bekleden. Zij het dat je als politicus bent of als bankdirecteur of als winkeljuffrouw, wat het ook zij. Probeer altijd de quality time in te calculeren in je schema. Want het begint en eindigt met de familie. Als de familieleven gezond is, dan is
dan is jouw leven meer in balans. Dus it's all about family. It's all about family. En uw zoon Niels, die zei het zelf ook. Die zegt, ik ben gewoon heel benieuwd naar hoe u kijkt naar de band en de samenwerking binnen het Koninkrijk. Daar gaan we dieper in duiken. Want vandaag is het precies 10 jaar geleden dat de Nederlandse Antillen ophielden met bestaan. Dat ging toen zo, tijdens een feestelijke ceremonie. De vlag van de Nederlandse Antillen wordt voor de allerlaatste keer gestreken. En dan kan hij netjes opgevouwen naar het museum. Vanaf vandaag bestaan de Nederlandse Antillen niet meer als land binnen ons koninkrijk. De oude vlag die verdween in 2010 in een witte kist. Ik vond dat nogal indrukwekkend. Ik stond aan de zijlijn ergens in een persvak op dat plein. Vond het ook heel surrealistisch. Want aan de ene kant was het een heel indrukwekkend belangrijk moment. En aan de andere kant ging het leven gewoon door. Alsof er helemaal geen geschiedenis was gemaakt. Hoe heeft u dat beleefd als moeder van de Antillen? Met zeer veel gemengde gevoelens. Ik was niet aanwezig op het Bruinplein. Ik heb ervoor gekozen om niet aanwezig te zijn. Dus het opvouwen van de vlag, opbergen in het witte kistje. Ik heb het persoonlijk niet meegemaakt. Ik was in de eerste plaats... het is eigenlijk meer een erg subjectief, emotioneel, persoonlijk-emotionele kwestie. Ik heb u daarnet al gezegd dat ik roots heb op alle 5 eilanden. Maar mijn politieke realiteit is Curaçao, want we hebben eilandelijke politieke partijen. U moet zich voorstellen een situatie dat je in Friesland een politieke partij hebt, waar de mensen, waar de Nederlanders op kunnen stemmen, maar in Zeeland een andere politieke partij. Dus niet landelijk zoals jullie hebben met CDA en PvdA en al die partijen. Dus mijn politieke realiteit was de Nationale Volkspartij op Curaçao. Maar mijn sociaal-culturele, emotionele realiteit was de verbondenheid met de verschillende eilanden. En bovendien was er binnen verschillende van ons, binnen de partij, een dispuut over moet het nou allemaal uit elkaar of zijn er bepaalde gebieden waarop wij toch samen zouden kunnen werken. Ik denk bijvoorbeeld aan het verzekeringswezen, sociale verzekeringswezen. Ik denk bijvoorbeeld aan de pensioenen. Dus het was niet een kwestie van absoluut grenzen trekken en huppatee jullie weg en we zien het wel verder. Dus het was voor mij persoonlijk, maar ik zeg nogmaals, erg persoonlijk, een zeer emotionele kwestie. En daarom heb ik ervoor gekozen om niet aanwezig te zijn. En ik was met mijn familie ergens gezellig bezig een hapje te eten. Oké. Wat ik met u wil doen is, ik wil een aantal belangrijke momenten uit onze gezamenlijke geschiedenis bespreken. Sleutelmomenten die iets zeggen over de band tussen de verschillende delen van het Koninkrijk. Te beginnen met 15 december 1954. Hetzelfde ceremonieel van Prinsjesdag namelijk vond de plechtige bevestiging plaats van het statuut, waarin werd vastgelegd dat Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen gelijkgerechtigde deelgenoten van het koninkrijk zijn geworden. Vervolgens verliet Hare Majesteit de Koningin de troon om met haar handtekening de nieuwe rechtsorde van het koninkrijk te bekrachtigen. Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen mogen zich gelukkig prijzen. Wat Nederland betreft, het voelt zich zowel met Suriname als met de Antillen ieder afzonderlijk met recht verbonden in een tweeledige eenheid. Ja, dat was toenmalig koningin Juliana tijdens Koninkrijksdag. Wat maakt dit moment nou echt een sleutelmoment in de geschiedenis? Ik zei het al, ik ben lid van de Nationale Volkspartij, Partido Nacional de Pueblo. En de vader van het statuut is de oprichter, was de oprichter van onze partij. Vandaar ook die hele sterke binding met de hele aanloop en het resultaat van het statuut. Als je het boek leest van Annemarie Kasteel, staat in dat toen men in de ronde tafelconferentie ging praten over de nieuwe rechtsorde,
was Da Costa Gomes zijn proeven die hij geschreven had, de inzet van de vergadering van de ronde tafelconferentie. Dus om te illustreren hoe betrokken wij waren vanaf het prille begin. En wat ik belangrijk vind van het statuut is dat de bevolking van de Nederlandse Antillen toen eigenlijk hun stem werd erkend. Hun stem, dat ze dus ook een inbreng konden hebben in aangelegenheden betreffende, in eigen aangelegenheden betreffende ons land. En kunt u een concreet voorbeeld geven? Wat was er dan voor dat voor 1954 bijvoorbeeld niet mogelijk? En wat was daarna wel mogelijk voor de bevolking? Vele beslissingen werden genomen vanuit Den Haag. Vele beslissingen werden genomen vanuit Den Haag. Dus we hadden geen lokaal eigen bestuur eigenlijk. Wat maakt nou volgens u dat Nederland en de eilanden met elkaar verbonden zijn? Als u kijkt, en dan heb ik het over 1634, de periode. Even schetsen, laten we teruggaan naar dat koloniale tijdperk. Voor mensen die dat niet weten. Ja, ja, ja. Curaçao was bezit van de West-Indische Compagnie. Dus eerst werd Curaçao bestuurd door een maatschappij, zou je haast kunnen zeggen, door een company, door een maatschappij. Right? En dus met andere woorden, wij waren material. Op een gegeven moment heeft de West-Indische Compagnie toestemming verleend aan de missie dat de pastoors en de fraters naar Curaçao konden komen om ons beschaving bij te brengen. Dus het zegt iets over de mindset, right? Beschaving. Dus je eigen cultuur werd niet erkend. En je werd min of meer gedreven in de richting van de westerse cultuur. Dus dat bracht ook de nodige spanning met zich mede. In die zin dat je kon lezen hoe bepaalde cultuuruitingen, onze tamboe. Onze tamboe is een dans waar het lichaam, elk deel van het lichaam echt goed in beweging is. Vrij expressief en dat werd verboden door de kerk. Weet je, dat soort dingen. Toen de West-Indische Compagnie failliet ging, kwamen wij onder bestuur, koloniaal bestuur van Nederland. Dus met andere woorden, het grote bestuur was altijd van buitenaf, met andere referentiekaders, met andere prioriteiten en met andere manieren om oordelingsvorming en dat soort dingen nog meer. U vertrok in 1958 vanuit Curaçao om te gaan studeren in Emmen. Ja. U was toen 17 jaar oud en kwam voor het eerst van uw leven in Nederland terecht. Hoe was dat als onderwijsstudent? Culture shock. U kent het boek van Toffler? Culture shock. Kijk, hier op school, onze boeken, onze leerboeken, waren praktisch allemaal precies hetzelfde als die van de Nederlandse studenten. Dus op het examen moest ik varen van Maastricht naar Groningen. En je moet weten waar de kanalen, de rivieren, waar de splitsingen plaatsvinden, etc. Geschiedenis, Floris de Vijfde en weet ik het veel. Ik kom in Nederland aan en je hebt zoiets in jouw beeldvorming, in je mind, dat je alles weet van Nederland. En dan kom je tot de ontdekking dat op Schiphol je een adres krijgt, burgemeester Tijmenstraat 38 Emmen. En where the heck is Emmen? Want ik wist wel van Assen. Maar where the heck is Emmen? Oh, dat is in Drenthe. Oh, nou kon ik boemelen van Amsterdam naar, onder begeleiding, van Amsterdam naar Emmen. Ik wilde de straat niet op, 17 jaar oud, nooit weg geweest van mama en papa. En op een gegeven moment, toen ik voor het eerst het dorp inging, werd ik aangekeken alsof ik een vreemde was uit Mars. Want in
Emmen hadden ze in 1958 nooit zulke zwarte mensen gezien. Dus het was of dat de kinderen schrokken van die zwarte verschijning. En we waren met z'n beiden, Mirna Pengel en ik. Of dat de volwassenen, mooi daar zijn kieken, mooi zwart daar zijn kieken. Ik denk, waar hebben ze het in godsnaam over? Maar dat was Drens. Mooi die zwarte, mooi even kijken naar die zwarte. Mooi daar zijn kieken. Ik denk, lieve God, waar ben ik toch beland? Wat, na 4 jaar wonen, ja. Waar ben ik toch... En dat was een enorme culture shock. Ik wilde de straat niet meer op. Ik wilde niet naar school. En toen heeft een andere student, Jultje Spoelman, die nu in Leeuwarden zit... Jultje heeft aangeboden om mij elke ochtend op te halen, thuis op te halen... en samen met mij te lopen. De school was op een lopende afstand, de opleidingsschool. De kweekschool was op een lopende afstand. En Jules beet van zich af. Ja. Voor mij. Onderweg, terwijl ze terwijl samen jullie daar naartoe liepen, naar die school... Zorgde Jules in ieder geval ervoor dat u zich prettig en veilig voelde. Zij was mijn bodyguard. Jules was mijn bodyguard. Uiteindelijk ging u terug naar Curaçao om als schooljuf te gaan werken. En daar op het eiland sloeg op 30 mei 1969 de vlam in de pan... Ook zo'n sleutelmoment in de geschiedenis. Toen liep een staking van werknemers van de Shell-raffinaderij helemaal uit de hand. Dit is de wijk Otrabanda, aan de andere kant van de rivier gelegen. Aan de andere kant ook van het centrum van Willemstad. En dit is het Brionplein, of dat wat er van over is. En dat is, zoals u ziet, niet zoveel. Hier zijn vrijdag de grote onlusten begonnen. U ziet, men heeft hier, ik mag haast wel zeggen, grondig huis gehouden. 3 kruisen centrale pas, gaarne versterking aan de zijn, de gevolgen niet te overzien. Beseft u het goed en stuurt versterking. Ze zijn door het cordon doorgebroken en ze gaan in een horde naar de stad. Ja, in Willemstad werd gereld en geplunderd en de politie stond machteloos. Er vielen een paar doden en tientallen gewonden. De stad lag in puin. Deze uitbarsting kwam voort uit sociale ongelijkheid en racisme. Wat betekende de ongelijkheid voor de Curaçaoënaars? Kunt u dat uitleggen? De ongelijkheid betekende dat, laten we zeggen, in de periode voor 1969... heeft men te sterk ervaren dat in de verschillende segmenten niet dezelfde condities en dezelfde privileges voor de mensen bestonden. Hoe was dat eigenlijk voor uw ouders? Bijvoorbeeld uw vader. Uw vader was timmerman. Hoe ervaarde zij dit? Ja. Mijn vader werkte voor een aannemer. Een van de aannemers op de raffinaderij. Daarom, ja, er is ook een emotionele band tussen mij en want verschillende van die tanks en dat materiaal. Mijn vader kwam thuis met die hele grote blueprints, met die tekeningen. En wij, zijn kinderen, zaten om de tafel. Het was allemaal Nederlands en we wezen aan, dit betekent dat en dat. Dus de Nederlandse tekst. En dan wist hij wat hij de volgende dag als voorman moest doen op het terrein. Maar hij was arbeider en hij kreeg niet dezelfde... laten we zeggen, arbeidsvoorwaarden als aannemer, als de raffinaderijmensen die op hetzelfde terrein met hem werkten. Dus wij hebben ook gevoeld die uitingen, die uitlatingen van het harde werk, maar toch niet dezelfde erkenning krijgen. In ongelijkheid en in de wijken, Shell heeft de raffinaderij... heeft huizen gebouwd in bepaalde wijken voor de arbeiders... en in bepaalde wijken voor de maandloners en de employés... en de buitenlanders die hier kwamen werken. En je leest in dat boekje van Amador Nita... dat in de arbeiderswijken, waar zag je borden van... en daarop stond, wees zuinig met water. Maar in de wijken waar de employés en de... Nederlandse en Britse en buitenlandse maandloners en hoge pieten wonen, hadden ze water ten over voor de plantsoenen, voor de planten, om de infrastructuur mooi en groen te houden. Er waren, ik weet niet hoeveel
waterputten, watermolens. En dus... Extra schrijnend natuurlijk als je die ongelijkheid op die manier ziet. Exactly. Dus ik zie 30 mei 69 als een uitbarsting van enorme opgekropte gevoelens van frustraties, racisme en ongelijkheid. Na 30 mei werd de regering gevormd door dezelfde partijen die voor 30 mei in de regering zaten. Maar we kregen plotseling een zwarte minister-president en dat was Ernesto Petronia. En het remarkable was dat Ernesto Petronia was een Curaçaoenaar, woonachtig op Aruba, actief in de politiek op Aruba. Maar het was een compromisfiguur dat er een zwarte minister-president geleverd zou worden vanuit Aruba, dus om de balans te creëren tussen blank. Dus eigenlijk alleen maar een cosmetische verandering, als ik het zo hoor, op gelijkheid. Cosmetisch, dat zou onrecht doen aan Ernesto. Want ik vind dat wat ik dus van hem gehoord heb en gelezen heb, was het niet zomaar, iemand die daar geplaatst werd. Maar ik bedoel, hij had, en dat moest je toch wel hebben na 30 mei, na die uitbarsting, moest je toch wel iemand hebben die leiding kon geven. Dus hij was wel goed op zijn plek. Laten we naar het moment gaan, 1975. Want met een zetel in de Eilandsraad van Curaçao begon daar eigenlijk uw politieke carrière. 7 jaar later werd u statenlid en minister van Economische Zaken. Het ging allemaal erg in een treinversnelling op dat moment. Toen de regering viel, smeedde u een nieuwe coalitie en werd u premier. Dat was in 1984. En al snel kreeg u een loodzwaar dossier op uw bord. Namelijk de raffinaderij van Shell, die dreigde te sluiten. Wij zijn dus nu bezig met, laten we zeggen, maatregelen in de inkomenssfeer. En ik heb kennis genomen van de reacties uit verschillende hoeken. Die maatregelen zijn uiteraard niet met blijdschap en vreugde ontvangen. Dat had ik ook niet verwacht. Maar er staat gewoon niets anders op. Daar hebben we een grote werkloosheid hier op Curaçao. Met de sluiting van Shell wordt het erger. Als iemand niet werkt, dan gaat hij stelen. Of de criminaliteit gaat ook omhoog. Dus. Ja, u kwam net kijken als premier. De critici vonden u een beetje een omhooggevallen schooljuf. U was nog relatief onervaren. Hoe wist u de sluiting van de raffinaderij te voorkomen? Ik werd in september minister-president. En in oktober kwam de directeur van zowel de Shell als de Lago op Aruba met het verschrikkelijke nieuws dat ze het jaar daarop, per 1 oktober 1985, allebei de raffinaderijen zouden sluiten. En dat, ramp. U zegt, eventueel een sluiting. Maar wat voor impact zou dat dan hebben op het eiland? In cijfers, banen bijvoorbeeld? Dan heb ik een idee daarvan. Ja. Toen zou dat betekend hebben een banenverlies van ruim 8000, direct en indirect. 2000 banen bij de raffinaderij en de rest van de banen in de toeleverende bedrijven, transport, in todo caso, helemaal verticaal doorberekend. Wat het allemaal zou kosten. Een behoorlijke impact dus voor zo'n klein eiland met een kleine bevolking. Impact. En dan, want u heeft dat dossier dus, u moet dat redden. Hoe lukt dat u dan? Nou, met veel besprekingen. Eerst met veel besprekingen, lokaal besprekingen met Venezuela, met de regering van Venezuela. En met de company, met dus, het oliebedrijf van Venezuela. En toen de betrokkenheid van minister-president Lubbers. Maar in ieder geval, het is gelukt met veel onderhandelingen om in ieder geval de impact... De grote impact eigenlijk te verzachten, heb ik een contract toen getekend voor 5 jaar met verlenging van 2+2, dus totaal 9 jaar. Toen bleek het later een goede deal te zijn, zowel voor Venezuela als voor ons. En de regering die mij heeft opgevolgd,
heeft toen besloten om wat ik voor 9 jaar had getekend te verlengen voor 21 of 24 jaar. En dat is de reden waarom nu pas, per 2019, de fatale datum was voor de sluiting. Ja. U noemde Ruud Lubbers, premier Ruud Lubbers destijds in Nederland. U moest met hem samenwerken. U zei al van, nou, dat ging best fijn. Hoe ging dat dan precies? Met wederzijds respect. Met wederzijds respect. Kijk, ik was minister-president van de Antillen. Ruud Lubbers was minister-president van Nederland. En wij hadden enorm veel overleg met elkaar. Zelfs, ik kon hem niet alleen wakker bellen met de toestemming van Ria zijn vrouw. Ik hoop dat Ria kijkt, dag Ria. Maar zelfs als rust, toen wij hete issues hadden, zoals bijvoorbeeld de raffinaderij, had ik Ruud Lubbers zijn vakantieroute. Op een gegeven moment ging hij met vakantie, rijdend, naar het zuiden van Europa. En ik had ongeveer, ik had de route en ik kon boodschappen laten bij de post van als hij daar aankwam bij de post, dat hij contact met mij moest maken of dat ik het Dus dat is de soort relatie dat wij met elkaar hadden. U ging zelfs bijna op vakantie mee met Ruud Lubbers wat dat betreft, op afstand. Er is een iconische foto van die begintijd waar u als enige vrouw tussen de mannelijke politici staat. Hoe opereerde u in deze macho-cultuur? Gewoon. Weet u, u zegt macho-cultuur, maar ik zeg matriarchale cultuur. In het Caribisch gebied, de rol van de vrouw in opvoeding en gezin enzovoort, is heel erg centraal. In vergelijking met jullie westerse cultuur, in een matriarchale cultuur vervullen wij een bijzondere rol. En dat is dat. Ik geloof dat dat helemaal teruggaat naar de pre-tijd. Nou, we gaan niet terug naar de pre-tijd. We gaan juist vooruit. Nee. Ik wil met u naar de jaren 90. Mag dat? Maar de pre-tijd betekent dat de moeder en de vrouw de bijzondere zorg had over de offsprings. Dat is wat ik bedoel. Ik kijk alleen naar de positieve kant. Ik snap het. Nou, van de pre-tijd gaan we naar de jaren 90 en begin jaren 2000. Want toen kwamen de Antillen in Nederland vaak negatief in het nieuws. Grootschalig drugsmokkel, kansarme jongeren die naar Nederland kwamen en in de criminaliteit belanden. Ook de taal van politici werd harder. En Kamerlid Hero Brinkman van de PVV die deed daar nog een schepje bovenop. Ja, ik heb me altijd gehouden aan de woorden die ik tijdens de begrotingsbehandeling geuit heb. En dat is dat ik het een grotendeels corrupte boevennest vind. De bestuurders, politici zijn daar incompetent en hebben lange tenen. En daar is dan een eilandsraad met in totaal 11 leden die zich als een soort parlement voelen. Daar zit een bewindvoerder op die zich eigenlijk een koning op een klein eilandje voelt. En op het moment dat wij met die meneer gingen een avond bij elkaar hadden afgesproken en hij er aankwam in zijn dienstenauto met dienstchauffeur. Toen keek ik mijn ogen uit, want ik zal het merk niet noemen, maar de meneer had een grotere auto dan onze eigen minister-president. Ja, wat dacht u toen u Brinkman dit hoorde zeggen? Ik dacht, hè, wat jammer. Hè, wat jammer. Ik lees een heleboel vooringenomen oordelen en niet de moeite nemen om te proberen, laten we zeggen, meer kennis te nemen van de verschillen die er bestaan in dingen, laten we zeggen, zaken doen tussen de Europese Nederlander en de lokale. En dan komt er een kersverse Nederlandse politicus die met de Nederlandse stem, want wat geeft een politicus zijn legitimatie? Zijn achterban. Dus als meneer Brinkman zo praat, dan is hij aan het praten met zijn achterban. En hij heeft onvoldoende de moeite genomen om te kijken of hij het een en ander zou kunnen relativeren of in een andere
dus gebrek aan kennis van elkaar en dat ook niet willen. Want het komt je goed uit op dat moment, omdat je achterban dat graag wil horen. Nou, in Nederland en in het Caribisch gebied ook kreeg Brinkman natuurlijk heel veel kritiek vanwege zijn uitlatingen. Maar raakte hij niet ergens toch wel een gevoelige snaar? Kijk, ik ben de laatste om te zeggen dat wij feilloos zijn en dat alles wat wij doen niet goed te verdedigen. En niet te erkennen dat er bepaalde punten zijn en aandachtspunten of dingen die we anders moeten doen of anders hadden moeten doen. Want er waren de nodige corrupte affaires, toch? Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn. Uiteraard. Maar ook dat wij dat ook aanpakken. Ik moet iedere keer nu nog horen van bepaalde Kamerleden, wordt iedere keer de naam van een minister-president van de Antillen genoemd die nu in de gevangenis zit. Maar hij zit in de gevangenis vanaf ik weet niet waar. Wanneer? Ik moet elke dag horen. Ja, en die meneer zus en zo, die corrupte minister-president. Maar hij zit in de gevangenis. Hij zit niet aan de baai. Dus met andere woorden, hij is aangepakt. Hij en anderen zijn aangepakt. Ik las laatst van wethouders in Den Haag. Of waar was dat ergens? Wethouders die gesjoemeld hadden. Steekpenningen. Er zijn vertegenwoordigers van Nederland, van BUZA, die geld hebben aangenomen voor bepaalde zaken die ze niet konden verantwoorden. Ik lees onlangs van het niveau van witwaspraktijken via Bonaire. Bonaire is Nederlands staatsbestel nu. Ze hebben witwaspraktijken niet kunnen uitroeien. Nu gaat men juridisch Nederland, ik las laatst in een van de berichten, dat men regelgeving voor witwaspraktijken heffen hard. En dan pak politiek Nederland bepaalde aspecten van Curaçao en blaast het van de grote toren. Dit doet u wat, hè? Ik merk het aan u. Want u gaat wat dat betreft even in de overdrive, want dit raakt u. En dat raakt niet alleen het u. Het raakt mijn volk. Pas op, kijk. Op een gegeven moment, als er zo gegeneraliseerd wordt, ik weet dat er politici zijn. Ik noem Don Martina, mijn grootste opponent in mijn tijd. Maar ik betwijfel het of er iemand is die een vingerwijzing kan doen naar Domenico Martine. En wat doet deze beeldvorming met Curaçaoënaars en met Sint Maartenaren, deze negatieve beeldvorming, voor hen concreet? Ik vind het heel kwalijk, als ik het woord mag noemen, want dat gaat door. Ik vind het heel kwalijk, want het beïnvloedt op een negatieve wijze onze mogelijkheden voor de toekomst. Maar dat neemt niet weg dat als ik bepaalde uitspraken hoor en bepaalde moves ziet, ook nu. Zoals? September, oktober. Nou, dat hele gedoe, die hele discussie nu van die begrotingssteun en liquiditeitssteun, dat er bepaalde dingen een politiek doel moeten dienen. En dat vind ik kwalijk. En dan noemen wij ons allemaal, we hebben een bepaalde ideologie, we zijn sociaaldemocraat, we zijn christendemocraat en we zijn allemaal van die prachtige theoretische dingen. Maar in de praktijk laat het humanisme veel te wensen over. We begonnen ons gesprek. Moet even van mijn hart. Ja, dat hoor ik ook aan u. Toch wil ik met u weer eventjes terug naar het punt waar we begonnen. We begonnen ons gesprek bij 10 oktober 2010. Want het is vandaag dus 10 jaar geleden dat de Nederlandse Antillen werden opgeheven. Maar dat was bepaald geen zaligmakend proces, hè, of oplossing voor de problemen op de eilanden. De vluchtelingen uit Venezuela noem ik. De nasleep van orkaan Irma. En nu de coronacrisis. Premier Rutte vindt dat Nederland zich ruimhartig en coulant opstelt bij het geven van coronahulp aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Een groep prominenten, onder wie werkgeversvoorzitter Hans de Boer en tv-maker Jan Dino Asporaat, roepen Rutte op om de strenge voorwaarden voor de hulp te laten vallen. Maar dat is hij niet van plan. Ik zie niet in waarom we die voorwaarden niet kunnen stellen, want die voorwaarden vragen niet nu
ten koste van de bevolking zware bezuinigingen door te voeren. Maar zeggen wel, neem nu de politieke besluiten om, zodat je op de langere termijn je economie ook groeiend krijgt. Eigenlijk nogmaals, wat we ook aan Italië, Frankrijk, Spanje vragen. Ja, je krijgt niet echt het gevoel dat we in één koninkrijk zitten met z'n allen, als je Rutte zo hoort. Wat vindt u? Dat klopt, want ik bedoel, wij zijn geen Italië en Spanje, et cetera, et cetera. Daar heb je dus andere relaties. En bovendien, men zit daar in een ander verband, in een Europees verband, waar je andere regels en weet ik het veel wat meer hebt. En in de eerste plaats heeft Nederland over een lening aan de Antillen, dus liquiditeitssteun, lening. Ik vind het gewoon denigrerend dat je soms moet horen, ja, maar het is geld van de Nederlandse belastingbetaler. Maar je stelt wel als eis dat wij het geld terugbetalen. Dus als het geld terugbetaald moet worden vanuit Curaçao, what's your problem? What's your problem? Dus het is geld wat ons geleend wordt. En je moet er iedere keer aan herinnerd worden van het is geld van de Nederlandse belastingbetaler. Omdat, wat ik gezegd heb uit mijn ervaringstijd, omdat wij niet met elkaar praten, maar over elkaar praten. Dus als ik soms luister naar de nieuwsdienst van de laatste maanden en naar de persconferenties, hebben we het over elkaar en niet met elkaar. En ja, en dan op een gegeven moment vind ik dat het komen tot werkbare oplossingen in de weg zit. Geld, wat is geld? Geld is nodig voor alles wat we doen. Maar op een gegeven moment moeten we het er wel over eens zijn dat de oplossingen werkelijk oplossingen zijn die wij allebei kunnen dragen. En is dat ook de manier om uit deze, is dat ook de manier om uit deze impasse te komen? He, als we kijken naar de, u noemde het eerder al, de frustratie van de twee delen in het Nederlands Koninkrijk. De eilanden en Nederland staan nu op dit moment ook als kemphanen tegenover elkaar. Nederland wil wel hulp bieden, maar alleen in ruil voor verregaande hervormingen. De premier van Sint Maarten noemde het onfatsoenlijk. Nou, u schetste het net al. Hoe gaan we dan uit die impasse komen? Zoals de jongeren hier op Curaçao zeggen, de jeugd. Ze hebben een prachtig woord daarvoor. We have to chill. 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 Weet u, ik heb een lijst. 9 A4'tjes. Ik heb een inventarisatie gemaakt van rapporten, voorstellen, studies. Zowel van politici, van de kant van bestuurders, politici in Nederland als hier, als academici van universiteit zus en professor zo, et cetera, et cetera. Mm-hmm. Het is allemaal gezegd en het is allemaal bestudeerd en het is allemaal neergepend. Wat we nu moeten doen is, waarom heeft al die uren aan wijsheid, wat hier is neergeschreven in 9 A4'tjes van rapporten, waarom zitten we nu zo hevig in de knel nu op dit moment? En hoe komen we eruit? Willingness, je moet het willen. Openstaan voor elkaar en give and take. Hoe gaan we de liefde vinden in het Koninkrijk voor elkaar? Door in de eerste plaats te bepalen of wij nog steeds met elkaar getrouwd willen blijven. Ik zie hier vernieuwd statuut, ik zie hier gemenebest, ik zie hier opsplitsing van driedeling, tweedeling. Dus het is allemaal, dus op een gegeven moment, het begint bij de wil. De wil. En als dat bestaat, dan moeten we door de zure appel doorheen bijten. En dan komen we op een gegeven moment to agree to disagree. Maar op een gegeven moment dat we wel een klimaat creëren waar het werkbaar is voor zowel het Europees deel van het Koninkrijk als het Caribisch deel van het Koninkrijk.
U vertelde in de voorbereiding van dit gesprek dat u die verbondenheid, ook met die eilanden, die spreekt zich uit in de muziek voor u van Rudy Platen, een van de belangrijkste Curaçaose muzikanten. Un gozo ta llena nos alma, ta manera nos isla, ta alumbrose a peyama e día yo. Pero a tardi también di tristeza, por un día ta llega su fin. Ta manera un parti di nos ta vayendo y jamás nos lo volve mire. Dit wordt ook wel het volkslied van Curaçao genoemd. En wat voelt u als u dit hoort? Emotie. Again and again. Rudy heeft dit, ik weet niet hoeveel jaren geleden heeft hij dit gecomponeerd. Maar het geeft echt weer wat je voelt. Was een liefde voor je land. Hè? Dus ik bedoel, oké, de dag gaat voorbij, maar morgen is weer een andere dag. En dan gaan we er weer tegenaan. En dan kunnen we weer dat hele mooie van Curaçao weer opnieuw beleven en herleven. Mooi. Hartelijk dank voor dit gesprek, Maria Liberia Peters, voormalig premier van de Nederlandse Antillen. Graag gedaan. Groetjes aan iedereen in het Europees deel van het Koninkrijk. En dank voor de gelegenheid.